Hallo, mijn naam is Rens Buchwald, lid van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research en van de ledenraad van SURF. Ook bij de universiteiten hebben we prioriteiten voor het tweejarenplan opgehaald. Dat zijn in vier categorieën onder te verdelen prioriteiten. De eerste, algemeen, met stip op één daarbinnen security en daarnaast de regiefunctie die SURF kan pakken en kan invullen. In het domein onderwijs, tweede stuk, zijn we vooral prioriteit aan het stellen op het gebied van de flexibilisering en de tooling voor online activiteiten op het onderwijsgebied. Dat is natuurlijk niet verbazingwekkend in de huidige tijd. Het derde gebied van prioriteiten heeft te maken met onderzoek. En dat is natuurlijk een heel specifiek onderwerp voor de universiteiten. Daarbinnen willen we vooral prioriteit leggen op een virtual research environment aan de ene kant en aan de andere kant de mogelijkheden om tot digitalisering van laboratoria te komen en de zaken daar meer digitaal te kunnen maken. Het vierde onderdeel van prioriteiten voor de universiteiten heeft te maken met meer algemeen innovatie. Hoe kunnen we verder stappen zetten op gebieden als virtual reality en de toepassing daarvan en die Internet of Things? We hopen samen met de andere partijen binnen SURF goede stappen te kunnen zetten op deze vier gebieden van prioriteiten.